doorroosdieren. En daar zijn de slachtoffers van Jeroen van Eck die in het gedrang kwam met Roel van der Stegen. En die hebben de zaak even geblokkeerd, maar alles is weer op hun weg richting de strijders. Zo! En de fotograaf die lacht en zegt, ik heb het juiste plaatje geschoten. Eén duikeling in de zandbak en alles staat geparkeerd. Dat gebeurt nu een beetje achteraan, maar kan ook zomaar voor één gebeuren. Alles richting Houten Bondorf, alles richting Passage van de... Drie zijn goalen en ik ben fan geworden van Rieke Vermuur uit Tilburg. Wat was ze goed? En ik vind ze zonder helm nog knapper als met helm. Een ontketende Twan van de Brand, 20 seconden voorsprong op Jeroen Boelen uit Drunnen. En Boelen die zet zijn tandjes erin, laat zich zomaar nog niet uit het veld slaan. Daarachter zagen we Erik Groen, Mickey van Empel en ook Michiel van der Heijden. En vooral die van der Heijden, de man uit Drunnen, die was aan het accelereren geslagen. En daarachter dus Patrick van Leeuwen, die probeert op te stomen richting podiumplaats. Maar dan moet hij inderdaad nog... Dames en heren, ik heb het gedaan en ik doe het speciaal voor een makker hierboven, voor Gijs Verdik. Voor Gijs Verdik, dames en heren, de ploegmakker bij Joop Piels. Mooie tweede plaats voor de Jeroen. Strijd voor de derde plaats met Michiel van der Heijden. Mooie sprint hier, mooie sprint. Derde plaats voor 81 inderdaad. Dat is Michiel van der Heijden. Die haalt het hier voor Erik Groen. En daarachter krijgen we... We hebben ze allemaal op een rijtje staan. En voordat we naar de dampende klanken van Frank Smeekers gaan, ga ik uw applaus vragen voor de Street Racing Goalen. En voor de nummers 1, 2 en 3, de kampioentjes van vandaag. Twan van den Brand, Jeroen Boelen en Michiel van der Heijden. Mooi fotomoment.